Yes, dames en heren. Vandaag gaat het gebeuren, jongens. Vandaag gaan wij een mooie slag slaan. In het nieuwe team van het JOG. Kijk maar, Weiland. Kijk linksboven. Zoveel coins heb je al jaren niet meer gezien. Dat is echt heel veel, ja. Ja, ik heb gisteravond bedoel ik om 9 uur of zo heb ik R9, mijn hele team, iedereen toen opgelist voor een best dure prijs. Leuk dat ik ook in jouw PlayStation klan kan. Wat? Leuk dat ik ook iets kan doen in jouw SharePlay. Kan je niks? Nee hoor. Nou. Slechte host ben jij, jongen. Ja, jongen. Ja, nu kan ik erin. Kijk, alsjeblieft, jongen. 9 miljoen? What the fuck? Hoe duur was die R9 dan? Ja, die was gisteren, dat is wel ziek. Hij was, dit is niet het team trouwens, maar hij was gisteren 8 miljoen, hij was gisteren 8 miljoen waard en toen heb ik hem gisteren voor 8.3 gelist, gisternacht, voor 12 uur lang. Dat is best chill, dus dan list je hem voor 12 uur lang s'nachts en dan, ja, blijkbaar is hij dus wel verkocht voor dat bedrag dat ik wilde, dus dat is wat chill. Wow, ziek hoor. Slim. Ja, dus gewoon s'avonds, s'nachts je icons verkopen is sowieso chill. Maar iemand zei, ja, je moet het nu echt doen, nu voor, want ze gaan straks Team of the Year natuurlijk bekendmaken. Dus ja, verkoop gewoon nu alles. Dit is allemaal untradable, behalve Rook en Gomez, maar ja. Ja, op zich, die Mandy, is die ook untradable, Mandy? Nee, ik bedoel, Mandy, Gomez en Walker zijn untradable. Dit wordt gewoon even voor dit weekend een teampje, goede wissels, dus ja. Wat? Nou, dit wordt een team? Je gaat toch wel gewoon, of ga je gewoon het geld op de bank laten nu? Ja, ik laat het nu op de bank. En dan wacht ik tot de derde of vierde dag in Team of the Year. En dan is, dan is iedereen op zijn allerlaagste waard. En dan koop ik iedereen en dan stijgen de prijzen daarna weer. Ja, dat is wel, ja, het is wel heel relaxed, ja. Misschien moet ik dat ook maar doen met die Pelé, ja. Gewoon lekker s'nachts verkoop zetten. Ja, maar met dit team, man, eerlijk. Met dit team haal jij echt goud 2. Nee, jongen. Ik presteer denk ik net zo goed met dit team als met mijn oude team. Ja? Ik ga je challengen dan. Is goed. Haal met dit team Elite 3. Is goed. Ga ik doen. Oké. Ik wil sowieso die 22 winst pakken voor die player picks, dus ja. Ja, maar je moet de 23. Ja, dan. Ik pak 23. Geen smoesjes, geen gezeik. Nee, geen smoesjes, geen excuses. Met dit team haal ik Elite 3. Oké, is goed. Ik zou het knap vinden. Oké. Kijk, dit is goed. Je moet je al een beetje zo prikkelen. Nu kun je ook niet zeggen van, ik doe het nergens voor. Ja, hey, weet je, het is ik moet... Goed zo. Oké, is goed. Ik ben benieuwd. Ik ga ervoor. Top. En wat als je het niet haalt? Ja, dan ben ik de lul. Ik weet niet. Ja, geen voorwaarden als niks. Ja, daar heb ik mezelf ook geen plezier in. Want ik moet sowieso die 22 punten voor die player pick houden. Dus het zal niet op die ene pot komen, denk ik. Nee, als je het haalt, dan ga ik in mijn video van maandag of dinsdag daarop, ga ik 10 seconden lang voor jou applaudisseren in mijn eigen video. Is goed. En zeggen dat jij echt een goede FIFA-speler bent. Ja. Als je het niet haalt, met dit team, hè, deze 11. Ja. Als je het niet haalt, dan moet jij in jouw video zeggen... Dat jij zo goed bent. Nee, maar je moet zeggen, jongens, helaas, ik zal nooit zo goed worden als dat Joel. Is goed. Helaas, zelfs als ik er alles aan doe, ik ga het gewoon niet halen. Oh nee, dat hoef je niet te zeggen, maar dat Joch is toch gewoon weer net iets beter. De eerste 10 seconden van die video, hè? Zonder gewoon 10 seconden even applaus. Ja, dan moet je zeggen, toch zoveel respect voor dat Joch dat hij het elke week haalt. Ja, is goed. Hey, maar ik heb wel een probleem, want ik zat gisteravond dus... opende ik het slechtste pakketje ooit. Ja? Echt het slechtste pakketje ooit. Maar bij winkel. Ja? Pakte ik gewoon deze gas weer even dubbel. Dat is heel irritant. Dus ik wist niet wat ik ermee moest doen. Echt? Heb je ze nu 2 keer untradable? 2 keer untradable, ja. En ik weet niet wat ik er nu mee moet doen. Ja, die moet je dus in de SBC inleveren eigenlijk. Ja, maar ja, weet niet welke of hoe. Ja, heel irritant, ja. Maar en nu dan? Want nu kun je geen packs openen. Nee, kan dat nu niet? Volgens mij niet. Oh. Tenminste, ja, kijk. Als jij nu gewoon naar je winkel gaat al, dan... Dus niet, zie je, dan krijg je dit. Ja, kut zo. Ja, discard hem maar dan. En je kunt hem nog weer terughalen, toch? Of niet? Of kan het alleen met tradables? Ja. Trouwens, dat weet ik trouwens niet. Maar ja, verder maar, boeien. Okay. Het is niet anders. Ja, ik heb hem al dubbel hier. Helaas, jongen. Mensen zullen niet gek worden. Maakt het uit, man. Je hebt toch 9 miljoen op de bankje. Ja, en ik heb hem al untradable. Zo, de zon gaat hier niks schijnen. Echt? In je leven? Ja, bedoel je gewoon, vanaf nu wordt het... Ja, het wordt een mooi leven. Wat hebben we allemaal voor pakketten? Mega pakketten. Nou, doe maar 2 gewoon normale. Geen untrade. Ja. Helaas, Weiland. Ik probeerde dus net als vorige week wel even divisie 1 te halen. Ga ik wel vandaag even doen. Even spelen daarvoor. Ja, dat is het wel waard, hoor. Ja, dat is echt. Ga ik wel echt doen. Dat is het echt waard, ja. Oké, jongen. Je 2 zeldzame mega pakketten. Zeldzame, is belangrijk. Dat is een belangrijke toevoeging. Dat is heel belangrijk. Daar komt ie. De borden zijn. Het is geen walkout. Wel borden. Oh, wat lekker zeg, Weilie. Oh, Weili Grimaldo. Oh. Ah, prima. 84. Dat is toch wel 5k waard, denk ik. Dat denk ik wel. Hier, 8k, jongen. Echt? Gekke zeg, jongen. Lekker, hoor. Ah. Hier, deze. Moet je gewoon zo.
Ja, is dat zoveel waard? Nee, weet je wat het is? Die dingen kun je niet specifiek zoeken. Dus je kunt ze gewoon listen. Ja. Mensen kunnen niet zoeken op rood en zwart. Maar stel iemand wil rood en zwart. Best vette kleuren bijvoorbeeld, ja, van AC Milan. Dan zie je hem eindelijk. Ja, ja, ze zien hem voorbij. Dan denk ik, oh, eindelijk, ik zie er eentje. Dan, nou, fucking, ja, ik betaal wel even 2k. Ja, heb ik ook vaak met andere dingen gedaan, ja. Met bepaalde tenues of dingen waar je dan niet op kon zoeken. Of... Ja. Weerborden. Ja, vandaag is zo gelukt. Niet. Het is Neymar. Niet. Arthur. Maar ja, die zal dan ook wel weer zoiets waard zijn, want die is ook 84. Ja, raar is, ja, 9.3. What the fuck. Ja, alles is veel waard op dit moment. Ja, ja, ja. Ja, die SBC van jou, van Firmino, die was toen, volgens mij toen die online kwam, 700k. En nu is die op papier 1 miljoen. Ja, ik weet het, jongen. Belachelijk. Zo belachelijk. Zo belachelijk pas. Wat had je nou dit weekend gehaald? Goud 1. Ik stop gewoon vaak bij goud 1. Lekker, hè? Goud 1. Hoppa. Ja, jongen. Twee player pickies. Ja. Ja, hier kan het gewoon niet gebeuren voor jou. Precies, jongen. Daarom wat heb je... gaat het niet gebeuren. Wat zou je nodig hebben voor, nog, voor jouw huidige team? Wat zou nog handig zijn? Ja, kijken. 1 seconde. Ja, ik denk bijna niks. Ja, misschien Depay is super wissel. Ja, maar die heb ik al heel veel. Ja, ik denk bijna toch, niemand. Ja. Maar toch is die Depay wel vet. Oké, ik klik, ja, jongen. We gaan gewoon hopen op Memphis. Oeh. We hopen op Memphis, maar we krijgen... Broer van Jahan Baksh. De broer van Jahan Baksh, inderdaad. Dat was het. Toch is het toch Iran? Ja, ja. Oké? Okay? Ja, en dan deze. Mooi. Daar komt hij. Memphis! Het is gewoon precies hetzelfde, of niet? Ja, drie zijn hetzelfde volgens mij. Schandalig, man. Schandalig, dit. Jij hebt mij heel vaak verteld dat je fan bent van Marokko en van Iran. Dus ik denk, die ga ik gewoon kiezen voor jou. Ja, ja, snap ik, man. Dat zijn de mooiste landen van de wereld. Marokko is vet, hoor. Ja, ja. Dat zou ik ook wel een keer willen. Echt vet. En dan, ja, 200k packs, ja. Man, man, man. Moet je nagaan dat jij is gewoon... Of kreeg ik dat ook met Elite 2? Nee, wel. Nee, jij krijgt 100k packs. Dat is toch gênant eigenlijk? Ja, ja, ja. Daarom, jongen. Je kan beter hiervoor gaan, jongen. Ik weet zeker dat één van de twee zit een workout en weer, dan heb je toch weer 40, 50k erbij. Kom maar, jongen. Ik voel het. Ik ben echt zo kwaad. Ja, ja, snap ik. Ja, maar vooral, kijk. Maar zo'n bordenspeler, je ziet het net, die zijn zelfs ook al heel duur nu. Ja. Havertz, gozer, 85. Lekker hoor. Ja, is die duur? Ja, waarschijnlijk is die dan 15 of 20k. 15k, ja. Gozer. En gozer. Martinez. Niet normaal, man. Heerlijk, hè? En je laatste okay, packie, jongen. Dan moeten wij landen door, helaas. Ga maar, jongen. Kom maar, heb jongen. Je nog laatste woorden voor je kijkers? Heb je nog laatste woorden? Na deze video, nee. 104.000 abonnees voor Jog. Ja, dat is zeker. 104.000. Dat zitten we er bijna op. Oké, okay, top. En we gaan naar een 100 KPK met 24 items. 24 zeldzame gouden spelers. Dat moet toch wat opleveren? Nee. Wel borden. Maar goed. Nog zo'n Havertz. Wel borden. Arthur hier. Deze weer? Nee. Oh, Alan. Is dit Alan? Alan. Zie je dat je die aan het begin van de game gewoon nog allemaal in je team had? Ja, maar dat gaat op een gegeven moment gaat dat zo hard omlaag. In het begin zijn ze allemaal 60k waard. Ja. Oké, okay, jongen. Nee, jongen. Goed gedaan. Hey, bedankt, jongen. Ja, jij ook bedankt. Succes met je team en succes met je Weekend League. Kan ik het ergens volgen? Kan ik ergens live meekijken? Of ga je potten doen van updates over hoe het gaat? Ik wil het volgen. Ja, ik zal je op de hoogte brengen. Wat voor meer dan ook, jij krijgt het te weten als eerste. Oké, okay, top. Houd je. Die Lewandowski 93 ook. Ja, ja, super, jongen. En die moet toch ook wat kunnen? Die heeft gewoon 4 sterren skill, hè? Ja, hij kan niks. Hij is zo... Ja, hij is best wel... Hij is niet heel slecht. Hij is ook best wel snel aan de bal en zo. Maar ja, je weet het. Het is gewoon een speler die niemand... behoeft of zo. Het is niet een spel voor hem, laat ik het zo zeggen. 96 finishing, man, man, man. Ja, hoe kan dat, hè? 89 kaart, dat is zo'n zieke kaart, ja, eigenlijk. Als je hem gewoon, ja, een speel, ja, geeft, dat zijn snelheid wordt geboeid, of een jager als nog, maar weet ik het. Kan, ja, maar toch zijn, niet? Hij, je gooit hem zelfs niet erin, dat is het raar. Dan, nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Ik kies toch voor Politano, Lozano, Son of zo. Ja, dat kies je eerder voor dan voor Lewandowski of zo nog. Ja, ik weet niet. Raar, hè? Ja, heel raar. Ja, jongen. Het is wat het is. Vette, ik wil je bedanken, jongen. Je bent goed bezig. En ik wil, ja, de Rockers Army bedanken. En succes wensen bij dit weekend. Wat denken jullie? Wordt het een succes? Elite 3 met dit team? Of wordt het een deceptie? En applaus voor Weiland. Ja, ik ga het halen, jongen. Ik weet het, okay, zeker. Ik top. Halen. Kijk, dat vuur ja, wil ik bij jou horen. Dat wil ik bij jou oproepen. Het liefst klap ik zelf gewoon maandag of dinsdag. Dat lijkt me het leukst. Dat gaat gebeuren. Oké, okay, jongen. Succes. Ik ga je spreken. Is goed, jongens. Vaarwel, ciao, jongen. Ciao. Bye, bye. Onthoud het. Het komt allemaal goed. Je bent goed bezig. Ja.